Kun je wat meer vertellen over de nieuwe collectie? De nieuwe collectie is, als ik het bekijk, de gevoel is, iedereen heeft het volgens mij wel eens gehad. Dat je dan denkt dat je ouders kwijt bent. Dat je dan in de openbaring, hey, shit, ik ben mijn ouders kwijt, weet je. En dan begin je gewoon, heb je het gevoel van, gewoon een beetje, eerst heb je angst. En dan, oké, als je dit gevoel pakt en dan een script gaat schrijven met het gevoel. Dus dan heb je zeg maar, dan ben je het begin van een weg. En je hebt bepaalde journeys, bepaalde reis die je moet afleggen, tot je je ouders weer vindt. En in dit weg moet je door een bepaalde bos heen en dan moet je jezelf constant aanpassen aan de situatie zeg maar, wat je dan meemaakt. En dat zie je ook in de kleding, zeg maar, dat je dan niet zozeer in kleding, maar het gevoel van aanpassing aan het soort duisternis. Er zitten natuurlijk een paar heavy, groot, gigantische constructiestukken weer tussen die dan echt waanzinnig worden. Ik bedoel, als ik het zo in mijn hoofd heb en het wordt zo gemaakt als ik het wil, dan schrijf ik gewoon geschiedenis. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Ik hoop dat ik kan doen wat ik nu doe, zeg maar. Kunstwerken maken, culturen maken, ready-to-wear-lijn verder uitwerken. Dus dat ik wat ik nu doe eigenlijk meer kan uitsmeren, zeg maar. Dat ik voor diverse Hollywoodfilms kostuums kan ontwerpen. En buiten dat mijn eigen commerciële cultuurlijn ook kan behouden en ook voortzetten. Schoenen, ja. Tassen. Als salaris. Weet je, ik ben zo creatief, ik kan niet alleen één ding doen, ik wil gewoon meerdere dingen doen. Weet je, de variatie houdt me ook zeg maar op been, dat ik het gewoon wel enthousiast kan blijven, omdat er constant iets nieuws is, het is niet hetzelfde. Oké, nou ik ben benieuwd naar je nieuwe collectie en we gaan je volgen tot en met januari. Dus het wordt spannend. Dankjewel. Jij bedankt. Het was de show vandaag wel. Is het wat je verwacht had? Het is boven verwachting. De hele zaal is vol.
helemaal uitverkocht en weer geweldig uit is over de Dam. En ja, het is... Ik ben zo blij. Echt intens gelukkig. Maar ja, dat mag wel. Ik heb geen auto nieuw geprobeerd. Ik zat nog achter Nijmegen met auto nieuw. Kerstdagen, geen dag vrij gehad. 6 maanden dag en nacht. En dan ja, ik hoor alleen maar goede commentaar. Dus ik ben heel blij.